In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Heiligen van de Week. Vandaag gaan we het hebben over de drie heilige knapen. Het verhaal van de drie heilige knapen gaat over drie Joodse mannen genaamd Sedrak, Misak en Abdenago. De drie mannen werden hoog opgeleid en kregen aanzien als hoge aangestelde functionarissen in Babylon. In het Bijbelboek Daniël hoofdstuk 3 wordt het verhaal verteld over de drie Joodse mannen die weigerden te buigen voor de koning van Babylon. Koning Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar liet een hele grote gouden beeld maken. Hij nodigde iedereen uit om naar de inwijding van het gouden beeld te komen. Hij gaf ook iedereen het bevel dat op het moment dat er een geluid werd gehoord van een hoorn of van een ander muziekinstrument, dat iedereen voor het gouden beeld moest buigen. En wie dat niet deed, werd in een brandende vuuroven verworpen. Andere Babylonische functionarissen die jaloers waren op Sedrak, Misak en Abdenago, hebben de koning zover gekregen dat hij de drie Joodse mannen bij hem kon krijgen. Hij beval de drie Joodse mannen om te buigen voor het gouden beeld en zijn afgoden te vereren. De drietal weigerde te buigen voor het gouden beeld. De koning gaf ze nog een kans en hij zei: buig nu voor het gouden beeld. En als jullie dat niet gaan doen, worden jullie in het brandende vuuroven verworpen. Alweer weigerden de drie Joodse mannen te buigen voor het gouden beeld. De koning werd woedend. Hij riep de sterkste mannen van zijn leger bijeen en gaf ze het bevel om de Joodse mannen vast te binden en in de oven te gooien die 7 keer zo heter is dan normaal. De sterkste mannen van het leger die de drie Joodse mannen naar de oven moesten brengen, kwamen om het leven doordat de oven zo heet was. Zo staat er ook in het Bijbelboek Daniël hoofdstuk 3, vers 22. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sedrak, Misak en Abdenago naar boven brachten gedood. Sedrak, Misak en Abdenago geloofden erin dat God hen zou redden. Toen koning Nebukadnezar in het vuur keek, zag hij opeens 4 mannen in de oven staan in plaats van 3. Deze 4 mannen zagen er ongedierd uit. Hij kon zijn ogen niet geloven. De 4de man zag eruit als de zoon van God. Hij opende de oven en beval de mannen om naar buiten te komen. Toen Sedrak, Misak en Abdenago naar buiten kwamen, was het duidelijk te zien dat het vuur geen macht heeft gehad over hun lichaam. Deze gebeurtenis opende de ogen van koning Nebukadnezar. Hij begon de God te vereren van Sedrak, Misak en Abdenago, want er was geen andere God die zo kon redden. Hij beval toen zijn hele volk om de God van Sedrak, Misak en Abdenago te aanbidden. Dit was het verhaal van de drie heilige knapen. Mogen hun heilige gebeden met ons zijn. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen.